Hoe lang is Abel al niet buiten geweest? 2 jaar. 10 jaar. En al 10 jaar probeert hij vliegen door midden te knippen. Abel! Kijk, ik wil nu niet direct tot een conclusie komen. Maar ik ontkom toch niet aan de indruk dat een belangrijk deel van het probleem... dat dat bij de vader ligt. Waarom hebben we eigenlijk geen televisie? Het zou ook niet zo gek zijn voor Abel. Ik bedoel, wat ziet zo'n jongen nou? Die ziet genoeg, meer dan genoeg. Waarom speel je toneel? Ik vind het heel leuk om in de huid van een ander te kruipen. Kan je ook dingen spelen in plaats van mensen? Dingen? Kan je ook in de huid van een aardappel kruipen? Nee. Nee, dat kan ik niet. Volgens mij zou je heel goed een aardappel kunnen spelen. Zo, dat is dus Arno. Hij wil niet naar buiten, hè? Jij gaat de straat op, jongen! Gaan we toch niet echt buiten zitten? Nou en of, wat denk je eigenlijk dat ik een stoel ben? Dat was de eerste keer, hè? Geeft toch niks. Je bent gewoon een laadbloeier. Je hebt een verhouding met een mooie, jonge, vruchtbare vrouw. Ik voel het. Morgen ga ik Abel halen. Je laat hem met rust. Dat hoort, jong. Jullie spannen samen. Tegen mij. Waarom woon ik hier nog? Omdat je een imbecil bent.